Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van Back to the Lowlands. Vandaag ben ik helemaal naar het noorden van het land gereden, naar Groningen. Ik ben uitgenodigd door Ferdinand en Gert-Jan is erbij van Bovenstreek Metaaldetectie. Bedankt voor de uitnodiging, Ferdinand. Je bent welkom. En leuk dat ik met jullie mag zoeken vandaag. We gaan zoeken op een uienveld. We gaan beginnen en ik zie jullie bij de eerste vondst. Tot de eerste vondst. We zijn aangekomen bij het eerste signaal. Een 687. Dus maar eens kijken wat het is. Nou, we gaan maar eens even een kijkje nemen met de pinpointer. En de eerste vondst is direct een muntje. Dat is een duitje, denk ik. Of een Willemscent. Er is niet zoveel meer op af te lezen. Ik denk een Willemscent. Nou ja, als eerste vondst. Leuke start. Nou, ik hoorde zojuist van Gert-Jan dat hij het eerste tapkraantje van vandaag gevonden heeft. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ook. Hoe die eruit ziet. Er hoort nog een topje op te zitten. Oh ja. En daarnaast lag een loodje. En een leuk stukje potscherf. Met onderkant. Kijk. Dus er ligt hier wel veel. Ja, wel gaaf die tapkraantjes. Ja. Jij hebt er ook een paar gevonden, of niet? Tapkraantjes al. Ja, thuis wel, ja. Allemaal in de kast. Vandaag nog niet, maar nee. Ik kan nog best weer doen. Ja, zo is het. Ja. Nou, hopelijk ga ik er ook eentje vinden vandaag. Zou ik wel leuk vinden. En dan heb ik zojuist een vingerhoedje gevonden. In ieder geval een deel ervan, een bovenste deel. Helaas is die wel gebroken, maar altijd wel weer leuk om te vinden. Volgende signaal is een 72. Mooie strakke lijn op de deus. Hij is eruit. En dat is weer een muntje. Best veel muntjes hier. Dit is ongeveer de vijfde binnen een half uur. De staat van de munten is niet al te best. Toch behoorlijk verzuurd. Maar wellicht vinden we nog een mooie leesbare munt vandaag. Of misschien wel zilver.
München. Nou, afgelopen week vond ik een gouden ring bij mij in de buurt. Het is niet te geloven, maar ik denk dat ik er weer een te pakken heb. Hij zit in de kluit, ik zie net de rand van de ring. Dus volgens mij is het echt goud en hij komt binnen op 52 op de deus. Ik zou zeggen, kom maar wat dichterbij. Want als dit geen gouden ring is, dan weet ik het niet meer. We gaan hem bekijken. 100% een gouden ring. Kijk eens, kijk eens. Geweldig. Zo jongens. Wauw. En hij is mooi versierd. Ik ben benieuwd of daar nog iets in staat. Hij is heel mooi versierd aan de binnen- en aan de buitenzijde. Eigenlijk... zie ik verder nog geen stempeltje staan, maar daar ga ik thuis nog wel eens rustig naar kijken. Wat een prachtige ring zeg. Super blij mee. De vondst gaat getoetst worden te kijken hoeveel karaat goud het is. Ik ben heel voorzichtig. Gebeurt er nu, op dit moment? Nou, als hij mooi blijft staan, dan is het dat goud. Maar als hij verdwijnt, dan niet. Om het even heel eenvoudig te vertellen. Deze die klopt, dat is 14. Deze is in ieder geval 18. Waarschijnlijk. En de volgende target, die zit nog in een klein kluitje. Ik denk een coinbal. Strakke 81. Dus die gaan we even samen uitpakken. Ik hou de schotel erbij. En dan gaan we eens een kijkje nemen. En hier zit hij in. Kijk, daar komt hij al tevoorschijn. Oh, even in beeld houden. Dat is hem. Kan ik zo 1, 2, 3 niets oplezen? Ik vermoed een Willemscent of zo. Leuk cadeautje.
Nou, de detector eventjes geparkeerd. En eens even bij Ferdinand kijken. Want wat heb jij tot nu toe gevonden? Nou, tot nu toe alleen nog maar... Muntjes. Wat muntjes. Nog geen zilvertje of zo. Nee. Normaal, er komt altijd wel met een zilvertje hier van het land af. Ja. Maar verder nog weinig vondsten. En zeker in vergelijking met jouw topvondsten. Ja, is dit heel weinig. Maar ja, het is iets. Ja, we zijn nog niet klaar. Nee. We gaan straks lekker broodje eten. Zo is het. Ga ik ook eens even kijken bij Gert-Jan. Wat hij tot nu toe gevonden heeft. Even een tussenstandje. Nou, het valt nog tegen. Pimpas. Kijken. Sowieso, dat tapkraantje is natuurlijk heel leuk. Jazeker, ja. Even kijken hoor. Een stuk of 5 munten. Ja, veel muntjes hier op het land. Ja, jazeker. Ik heb er ook iets van 10. Ferdinand ook. Jij ook. Dat valt me zeker op hier, dat hier heel veel muntjes en wat liggen. Ik ook heb een, ik heb ook een ring. En wat ik zojuist vond. Ja, daar komt die. Basketbal. En een behoorlijk grote. Oh ja, dat is wel leuk. Dat is inderdaad een grote, zeg. Die moet je niet voor je mik krijgen. Nee, dan heb je wel een probleem. Zo. Maar dan gaat het lekker. Ja, toch? Het is nog droog. Voordat ik hierheen kwam, werd mij al gezegd, neem een tas mee, dan kun je uien rapen. Er liggen ontzettend veel uien hier nog op het veld. Hier even een voorbeeld. Hoe grote uien ertussen liggen. Gigantisch. Maar ja, om dat allemaal mee te zeulen. Ik denk dat ik het maar even bij metalen hou. Nou mannen, het is 1 uur. We zijn even aan het schuilen voor de regen. Even een broodje gegeten. En dan hopen dat het snel weer droog wordt. Ja, hopen we wel. Ja. Kunnen we even verder gaan zoeken. En op de weer leuke vondsten. Nog meer leuke vondsten. Nou, deze dag kan niet meer stuk. Ik kan niet meer kapot. Hopelijk tot zo. Maar ik denk het wel. Kom goed, hè? Ik denk wel, zeker weten. Allemaal goed. En inmiddels is het droog geworden. Ik heb een paar muntjes bijgevonden. Ik zit nu zo'n beetje op de 20. Allemaal koperen muntjes. Meestal ook niet meer leesbaar. Op dit veld kom ik ook best wel aardig wat scherfjes tegen. Nou neem ik niet alle scherfjes mee. Maar de scherfjes waar nog wat decoratie op staat. Die vind ik altijd wel leuk om mee naar huis te nemen. Dus dat doe ik met deze ook. Uit welke periode de scherven komen, daar heb ik niet veel verstand van. Daar kan je studie van maken. Maar ja, blijf ook leuke bijvondsten. En de volgende vondst is leuk ter afwisseling. Een heel klein gespje met de doorn eraan. Het is een heel klein gespje. Wat ik mij afvraag, is dit de helft van een gesp dat hij aan die kant gespiegeld doorliep? Of hoort dit gewoon zo te zijn? Is het een soort van D-gespje? Ik neig naar de helft, maar zeker weten doe ik het niet. Alweer een oudje. De volgende vondst is een strakke 90. Knalt er echt uit. Ik heb hem al opgegraven, maar nog niet uitgepakt. Ik kan al zien dat het om een gesp gaat. Wederom een gesp. Daar ligt hij. Nou, we gaan eens even kijken of die nog compleet is. In die zin compleet op de doorn na, want de doorn zit er niet meer aan. Een mooi gespje. 2 keer een gesp achter elkaar. Leuk. En we gaan een einde maken aan deze zoektocht. Het
heeft een langere tijd geregend. We zijn flink doorweekt. Maar het was een mooie dag hier in Groningen. En zo meteen weer anderhalf uur in de auto richting de Veluwe. De buit van vandaag. Heel veel muntjes, 29. Zoveel muntjes heb ik tijdens een zoekdag nog niet bij elkaar gevonden. Uiteraard super blij met de gouden ring. Echt een topvondst. Nog twee gespen, muurhaakje en een horlogesleutel. Ja, super. Half vijf, hele dag op pad geweest. En goed nat geworden, hè? Ja, dat was verschrikkelijk. Het was wat regenachtiger dan verwacht, maar dat mocht de pret niet drukken. Want we hebben veel gevonden. En ik vond het super gaaf om hier te zoeken met jullie. Leuk, ja. Ik hoop dat jullie het ook een leuke video hebben gevonden. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Neem zeker even een kijkje ook op het YouTube-kanaal van Gert-Jan. Metaaldetectie bovenstreek. Dat is hem. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.